samen zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We staan hier voor het oorlogsmonument van de gemeente Houthalen-Helchteren en vandaag is de herdenkingsplechtigheid. Altijd op 11 november doen we dat samen met de oudstrijders. We starten dan met een heilige mis uiteraard in de kerk van Houthalen, de Sint-Martinuskerk en ook in Helchteren, in de Sint-Trudokerk. En dan gaan we samen in optocht met heel veel franje en met het Belgisch leger ook, want zij zijn vertegenwoordigd, naar het oorlogsmonument in Stoet, waar we een groet doen aan de halfstok, aan de Belgische vlag. Samen met het paradekorps, Demo, uit Houthalen-Oost, dat een prachtig staaltje muziek geeft om af te sluiten. We hebben samen met de kinderen ook een heel tof ritueel gedaan aan het herdenkingsmonument van de Tweede Wereldoorlog. Hier voor het gemeentehuis hebben wij samen de vlag op half stok gehangen. Nu gaan ze binnen, krijgen ze in een eerste gedeelte krijgen ze een lesje rond vrede. Wat betekent vrede? Wat is de boodschap van vrede? Wij kwamen luisteren naar allemaal dingen over de oorlog en over de vrede. Wat is dan een kleine oorlog? Ruzie tussen mensen, kinderen. En daarnaast gaan we getuigenis krijgen onder de vorm van een persconferentie door Miel van de Heemkring in Helchteren.